Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik deze video moet openen. Want het is ineens een hele andere video dan wat ik normaal maak. Maar wel een hele leuke. Deze video wordt namelijk een Q&A. Een question and answer video. Ik had jullie op Instagram al een paar keer gevraagd van in mijn stories. Als jullie vragen aan mij hebben, laat het me weten. Want dan ga ik eens een keer een Q&A maken op YouTube. Daarin kan ik uitgebreid kletsen over de vragen die jullie voor mij hebben. Jullie hebben er echt heel veel ingestuurd. Ik heb ze even opgedeeld in verschillende onderwerpen. Heel veel gaat namelijk over het vliegen. Heel veel gaat over social media. Een deel over Disney. Maar ook een deel over mijn privéleven en over het sporten. Dus ik dacht, in deze video kan ik echt de tijd gaan nemen om even een sit-down te doen. En met jullie te kletsen over de vragen die jullie mij hebben ingestuurd. Dus grab a snack, grab a drink en laten we er snel induiken. Ik heb even de vragen in verschillende categorieën ingedeeld. Er kwamen natuurlijk heel veel vragen over mijn werk, over het vliegen. Dus dat zal een categorie gaan zijn, daar gaan we ook mee beginnen. Een stukje privé, waar sommige vragen over kwamen waarvan ik dacht, nou ja, laat ik ze maar een keer gaan beantwoorden. Een stukje over mijn social media carrière. Onder andere hoe werk samenwerkingen online haat, et cetera. Een stukje Disney, daar kwamen ook heel veel Disney vragen. En een stukje met sporten, et cetera. Dus in die volgorde wil ik het ook gaan doen. En we beginnen dus met het stukje vliegen. Stewardess, waarom stewardess? En wil je dit voor altijd blijven doen? De eerste vraag was, waarom ben je nou eigenlijk stewardess geworden? Wat was nou de reden waarvan jij zei, ik ga solliciteren bij de KLM? Dus dat leek me een leuke vraag om mee te beginnen. Nou, ik denk dat iedereen die deze video kijkt onderhand wel weet dat ik stewardess ben. Ik ben op het moment ook in Mexico City, in Mexico dus. En de reden waarom ik deze video nu opneem is omdat het buiten zo slecht weer is, dat ik dacht, weet je wat, een goed moment om even content op te nemen. Dus vandaar dat ik hier zit. Ben even lekker in een luie stoel gaan zitten. Ik heb een drankje naast me staan. Dus ik kan er helemaal tegenaan. Ik heb een laptop naast me staan om te vragen. Maar waarom nou stewardess geworden? Nou, zoals jullie weten heb ik hotelschool gestudeerd in Maastricht. Daar zijn ook heel veel vragen over gekomen. Die komen op een later moment. Het zal best een lange video worden, dus stay tuned. Kom ik dus uit de hotellerie, uit de gastvrijheid. Ik heb een tijdje in Bangkok gezeten, in Frankrijk gezeten en een hele tijd in Dubai gewoond. En toen kwam corona om de hoek kijken. Nou, en toen ben ik terug verhuisd naar Nederland. Toen heb ik 2 maanden lang niks gedaan. Omdat toen nog niet helemaal duidelijk was wat corona was. En na die 2 maanden was het toch wel duidelijk dat het langer ging duren dan gedacht. En ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe baan. En toen ben ik uitgekomen. Mijn peettante is namelijk bijna heel haar leven manager binnen IKEA geweest. Heeft verschillende filialen gehad. Ik weet nog dat we bij haar op bezoek waren, bij mijn tantes. En jullie hebben mijn tante ook wel eens een keer in een weekvlog gezien. Dat is de oudste zus van mijn moeder. En die zei van, joh, ik zag toevallig op LinkedIn, want zo ben ik er dus bijgekomen, dat IKEA vacatures open had. En toen, dit gaat eigenlijk, de vraag was waarom stewardess, maar dit is even het volle verhaal. Ik hoop dat jullie dat snappen. Maar toen waren er verschillende functies. Medewerkerfunctie, een deputy teammanagerfunctie en een teammanagerfunctie. En mijn tante zei meteen, ja, niet geschoten, altijd mis. Ik zou gewoon voor de hoogste gaan en dat was de teammanagerfunctie. Daar heb ik op gesolliciteerd en toen werd ik aangenomen. En de 3 jaar daarna heb ik dus voor IKEA gewerkt. In het begin in de verkoop, bij de salesafdeling. En op later moment binnen logistiek, wat ik ook heel erg leuk vind. Maar na 2,5 jaar bij IKEA, het was een hele dynamische baan. Ik was namelijk dus teammanager, dus ik was verantwoordelijk voor een groep mensen. Later in de logistiek werd ik ook deels verantwoordelijk voor het externe magazijn van IKEA Eindhoven. Daar was ik heel veel te vinden. Dat heb ik met superveel plezier gedaan, maar dat bleef toch wel wat aan mij knagen. Wat er nou precies bleef knagen, was het reizen. Ik wilde weer gaan reizen. Ik wilde een baan doen waarbij ik wat van de wereld ging zien. Maar toch onder de mensen bleef, wat dynamisch bleef. En waar ik weer wat nieuws zou kunnen leren. En toen ben ik een beetje rond gaan kijken en op een gegeven moment zag ik dus dat er een vacature bij KLM open stond. En dat was ook de cabin attendant vacature, maar daar was ik eerlijk gezegd niet naar aan het kijken. Er was namelijk een vacature van een HR-positie. En toen ik voor Hilton in Dubai werkte, had ik ook een HR-functie. En dat vond ik super leuk. Ik was namelijk best wel blij in Nederland. Ik wilde ook niet meer naar het buitenland verhuizen. Dus ik wilde bijvoorbeeld niet op dat moment terug naar Dubai of naar Bangkok of naar Frankrijk. En toen heb ik gesolliciteerd op die HR-functie. Dat was een soort leadership en development functie. Heeft te maken dus met trainingen, et cetera. Dat heb ik dus binnen Hilton ook gedaan. Maar daar kreeg ik al heel snel nadat ik gesolliciteerd had,
de reactie terug van joh, deze functie is reeds vervuld. Maar met het cv en de motivatie die we hier zien, hebben we deze functies ook nog openstaan waar je misschien geïnteresseerd in bent. En op nummer 1 stond cabin attendant bij KLM. Toen heb ik eigenlijk heel lang met mam erover gespart. Ik had eigenlijk al gesolliciteerd zonder dat mam het eigenlijk wist. Ik had al mijn cv en mijn motivatiebrief. En de vragen, als jullie ook aangenomen zijn of je hebt het proces gehad, dan weet je dat online portaal van Randstad, wat je in had gevuld, dat had ik al gedaan. En toen vertelde ik dus tegen mam van, joh, wat denk jij? En mam heeft altijd gezegd, ja, ik weet nog niet helemaal zeker of het iets voor jou is. De persoon die jij bent, hoe ik je ken, zeg maar. Mam was namelijk heel bang dat ik het heel snel saai zou gaan vinden. Omdat het werk niet was wat ik bijvoorbeeld daarvoor had gedaan. Nou, inmiddels ben ik stewardess, dus ik ben aangenomen bij de KLM. Maar het was eigenlijk niet altijd iets wat ik altijd al heb gewild. Ik wilde heel graag piloot worden, dat weten velen van jullie. Ik heb heel lang bij de politie of het leger in gewild. Maar uiteindelijk zit ik hier toch als stewardess. Want als je uiteindelijk er echt in gaat lezen in zo'n functie, dan begint er toch iets te borrelen. En het was eigenlijk precies wat ik zocht. Veel buitenlandervaring, toch onder de mensen zijn, iets van de wereld zien, et cetera. En dan ook meteen de tweede vraag erachteraan. Wil je dit voor altijd blijven doen? Ik vind het op het moment, ben ik echt mega blij met deze baan. Vind ik het ontzettend leuk. Ik heb echt heel veel plezier aan boord, met passagiers, met collega's. Ik vind het werk leuk. Ik vind de bestemmingen waar we naartoe gaan leuk. Maar ik moet mam gelijk geven. Ik verveel me heel snel. En het werk aan boord is in principe, als alles goed gaat, heel erg servicegericht. Dus de maaltijden uitdelen, de services doen, et cetera. Met passagiers heel gezellig kletsen. We zijn er natuurlijk in eerste instantie om voor de flight safety, om veilig van A naar B te komen. En laat ik heel realistisch zijn, 10 van de 10 keer gebeurt er niks ernstigs aan boord. Dat is nou eenmaal zo. En we worden heel strak getraind op flight safety, maar in principe gebeurt er eigenlijk nooit wat aan boord. En gaat het hartstikke smooth, is er natuurlijk wel iemand ooit ziek of gebeurt er iets heel kleins. Maar er is eigenlijk nooit dat er echt iets heel groots gebeurt. En vandaar dat ik nu op een punt zit, ik ben er bijna 2 jaar in dienst, dat ik zeg van ja, ik mis een beetje de uitdaging. Momenteel aan het kijken van nou, wat houdt het in om purser te worden? Ik ben nou namelijk bijna 2 jaar aan dienst en na 1,5 jaar kun je je gaan oriënteren en kun je de eerste stappen naar purser worden zetten. Dus ik heb binnenkort ook met mijn manager bijvoorbeeld een gesprek van joh, wat houdt het in? Vind jij mij capabel genoeg? Dat soort dingen. Dus dat ben ik nu even allemaal aan het uitzoeken. Omdat ik zoiets heb van, ik wil niet nou meteen zeggen van ja, ik haal niet meer de energie uit de baan, maar de uitdaging uit de baan. Dus ik ga ermee stoppen, zeker niet, want daar vind ik het veel te leuk voor. Maar ik ben wel aan het kijken van, aan het rondkijken van wat is er nog meer. Er zijn natuurlijk ook heel veel nevenfuncties, maar met mijn huidige woonplaats is een nevenfunctie niet heel handig. Omdat je ook heel veel op kantoor moet zijn en ja, die afstand is gewoon niet echt te doen. Maar dat wil zeker niet zeggen dat ik ga stoppen met vliegen. Echt niet. Ik wil het liefst eigenlijk nooit stoppen met vliegen. Maar het kan wel zijn dat ik het een andere vorm ga geven. Misschien zelfs deeltijd vliegen en er iets anders naast gaan doen. Ik doe natuurlijk social media ook, waar ik momenteel, ben ik heel eerlijk, in geld mee verdien. Maar mijn hoofdbaan blijft toch altijd het vliegen. En dat wil ik ook zeker niet opgeven. Laat dat even heel duidelijk zijn. Derde vraag, en dat is, wat vind je mooi aan het vliegen en waar vlieg je het liefste naartoe? In principe, en ik kreeg laatst een opmerking op TikTok onder een video. En ik snap hem deels wel. En aan de andere kant denk ik, ja, ik vind het een beetje een gegeven. En ik kreeg namelijk ik maakte de video dat ik naar Mexico ging vliegen. Dat ik er zin in had en wat ik op de route ging doen. En toen commentte iemand van, ik zou ook het wel eens willen horen dat je zin hebt in passagiers. Laat het even heel duidelijk zijn dat je dit werk moet doen omdat je graag onder de wil doen omdat je graag onder de mensen bent, omdat je gastvrij bent en omdat je dat wil vertalen in jouw functie als cabin attendant. Dat is waarom jij stewardess moet willen worden of steward wil worden. Als jij het alleen doet voor de bestemmingen, dan hou je dit werk never nooit vol en ben je er binnen een paar maanden klaar mee. Want je moet echt een mensenmens zijn. Dus aan de ene kant snap ik die opmerking. Aan de andere kant denk ik, ja, een dokter zegt toch ook niet van ik heb zin vandaag in mijn patiënten, want dat hoort bij je baan. Vandaar, ik heb heel vaak gezegd, superleuke vlucht gehad, superleuke mensen, leuke verhalen. En laat het ook heel duidelijk zijn dat er bij dit werk ook een heleboel privacy komt kijken. Er zijn gewoon bepaalde dingen die wij niet mogen delen. Denk aan passagiersverhalen. Dat voelt voor mij heel privé om met jullie te gaan delen. Dat doe ik dus ook zeker niet. Want een passagier mij vertelt, kan heel persoonlijk zijn. En nogmaals, dit werk doe ik om
aan boord het verschil te kunnen maken. KLM zegt ook wel Moving Somebody's World. Dat is nou eenmaal het motto. En daarvoor zijn wij ook deels aan boord. Dus ik vind zin hebben in de passagiers, tuurlijk, dat hoort bij mijn baan. Dat is een gegeven, zeg maar. Dus dat vind ik ook het mooie aan mijn werk. Passagiers, de verhalen, maar natuurlijk ook de bestemmingen. En dan ook meteen het waar vlieg je het liefste heen. Ik had het ook in TikTok erover. Ik vlieg het liefste naar de Amerika-kant. Dus de NAD-bestemmingen, North America Destinations. Denk aan Canada, Amerika, Zuid-Amerika. Heeft er niet mee te maken dat ik het Oosten helemaal niet leuk vind of Afrika niet leuk vind. Maar qua slapen ga ik het best op Afrika vliegen of op Amerika, Zuid-Amerika, Canada vliegen. Ik merk namelijk als ik naar het Oosten vlieg, dat mijn hele slaapschema, mijn hele ritme en mijn hele lichaam echt helemaal afgetakeld is soms. Vandaar dat ik er gewoon bewust voor kies om vooral deze kant op te vliegen, waar ik nu ben, Mexico bijvoorbeeld, NAD-bestemmingen. Of de Zuid-Amerika ook. En af en toe ook nog Afrika, maar dat zijn vaak vluchten, die zijn vaak heel kort. Ik ben bijvoorbeeld nog nooit in Zuid-Afrika geweest, denk aan Johannesburg en Cape Town. Dan is het nu winter, dus ik wil er graag weer richting de zomer een keer heen. Maar denk aan de Accra, de Lagos, de Nairobi, de Dar es Salaam. Die krijg je heel vaak zomaar in je rooster. Dat zijn vaak driedaagse reizen. Dus die vraag ik ook niet echt aan. Zeg maar. Dat vind ik zonde van mijn teller. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar dus het liefste vlieg ik naar de Amerika kant op, zeg maar. En dan de volgende vraag is, vind je het nooit erg om dingen alleen te doen? Want we zien je vaak dingen alleen doen. En hier wil ik toch wel even iets over vertellen. Want jullie zien natuurlijk in de vlogs op TikTok vooral mij. Heeft er mee te maken. En als je alleen mij ziet, wil niet zeggen dat ik alleen ben. Het is namelijk heel vaak zo op de route dat er wel collega's om me heen zijn. Of mee zijn op tripjes die ik maak. Maar die willen gewoon niet in beeld komen. En simple as that. Dat ik alles op social media deel, wil niet zeggen dat een ander dat ook wil. Vandaar dat ik altijd heel duidelijk tegen mijn collega's zeg van, joh, ik doe social media, ik film af en toe wel eens wat. Vind je dat oké dat ik soms even de camera erbij pak? Ik zal zorgen dat jij niet in beeld bent. Soms zeggen ze, oh super fijn, want ik wil inderdaad echt niet op beeld. Soms zeggen ze, joh, als ik op beeld sta, kan mij het schelen. En sommigen zeggen wel, ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet fijn dat je gaat filmen. Vandaar dat ik er bijvoorbeeld in Disney vlogs voor kies om in mijn eentje te gaan. Want dan hoef ik, dat klinkt nou heel egoïstisch, maar niet met iemand rekening te houden. Maar social media is ook een baan voor mij geworden. En ik wil natuurlijk leuke dingen met jullie delen. Ik vind pretparkvlogs heel leuk om te maken. Dus op dat soort gebied kies ik er dan voor om dingen in mijn eentje te gaan doen. Maar op de route ben ik echt heel veel met collega's. Alleen jullie zien dat niet op camera, omdat ik collega's gewoon niet in beeld breng. Vandaar dat bijvoorbeeld Mexico, gisteren ben ik de hele dag met een collega op stap geweest. En jullie zien wel af en toe shots. En dan lijkt het alsof ik alleen ben, maar ik ben in werkelijkheid echt wel met collega's. En nogmaals, ik vind dingen in mijn eentje doen helemaal niet erg. Ik vind het zelfs heerlijk. Wat ik al zei, met niemand rekening hoeven te houden. Lekker je eigen ding doen. Vind ik ook helemaal niet erg. En dat moet je in dit werk ook kunnen. Want er zijn heel veel bestemmingen. Amerika-bestemmingen zijn vaak zo'n voorbeeld. Ik ga binnenkort naar New York. In New York heb bijvoorbeeld bijna altijd iedereen zijn eigen weg. En dan moet jij er ook tegen kunnen dat je 48 uur misschien niemand van je crew ziet. En dat is hartstikke alleen ervoor staat. En als je dat niet aan kan, dan is ook dit werk niet voor jou weggelegd. Want er zijn echt momenten dat je inderdaad er alleen voor staat. Tuurlijk, als er echt wat aan de hand is, dan zijn er collega's voor je. Ook daar ben je voor aangenomen, omdat je om anderen geeft en omdat je anderen wil helpen. Maar in principe, op de route kan het wel eens voorkomen dat je er alleen voor staat. En dan de laatste vraag met betrekking tot het vliegen. En dat is jouw bucketlist wat met je baan te maken heeft. En dan denk ik eventjes aan bestemmingen en dingen op bestemming doen. En daar heb ik echt even over na moeten denken. Want mijn grootste bucketlist voor mijzelf was alle Disneyparken ter wereld afwerken. Nou, dat heb ik gedaan. Met dank aan de baan die ik momenteel heb. Want in Hongkong, Shanghai, LA kom je anders niet zo heel erg snel. Tokio trouwens ook niet, maar daar ben ik dus al een keer privé geweest. Op het moment staat op mijn bucketlist echt nog wel de wereldwonderen afwerken. Dus bijvoorbeeld hier in Mexico staat ook die tempelpyramide, hoe je het wil noemen. Dat is een wereldwonder. Rio ben ik nog nooit geweest, dat staat natuurlijk een wereldwonder. Lima, Peru. Dan kun je naar Machu Picchu, wereldwonder. Dus er zijn echt nog wel, dat soort bestemmingen wil ik nog aanvliegen voor die wereldwonderen. Dat is echt nog wel een bucketlist. Nou, de ballonvaart in Mexico, ook echt een bucketlist dingetje. Maar ja, helaas, die ging niet door vanwege het weer. Een safari is nog echt wel een bucketlist dingetje. Er zijn nog best wel wat dingen die ik echt wel heel graag wil doen.
Maar ik zou het ook niet erg vinden als ze niet lukken. Want mijn number one bucketlist was echt de Disneypark afwerken. En dat is gelukt. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. En dat is mijn privéleven. Vragen die soms best wel persoonlijk waren. En ik wil veel van die vragen gaan beantwoorden. En de eerste vraag die best wel veel kwam is: wij zien jouw vader nooit. We zien je zusje, we hebben je tante een keer gezien. Jouw mam zien jullie heel veel. Maar jouw vader zien we niet. Is die overleden? Heb je nog contact, et cetera? Dus voor deze ene keer ga ik die vraag beantwoorden. Ik krijg hem namelijk op TikTok ook wel heel erg veel of in livestreams. Maar dan kies ik er bewust voor om hem niet te beantwoorden. Mijn ouders zijn al sinds dat ik klein was gescheiden. En het antwoord op deze vraag is ja, ik zie mijn vader heel erg veel. Hij komt gewoon alleen niet op beeld. Het heeft weer mee te maken. Ik heb hem eigenlijk nooit gevraagd, wil je op beeld? Maar er zijn gewoon delen van je leven die je ook soms privé wil houden. Misschien komt mijn vader ooit wel een keer in beeld. Wie weet zit hij ooit in een video. Maar ik zie mijn vader echt wekelijks. Daar hoeven jullie. Ik heb goed contact met mijn vader. Mijn zusje ook. Mama heeft nog steeds contact met pap. Dus nee, hij is niet dood. Er is niks aan de hand. Hij komt gewoon alleen niet op beeld. Daar heeft het gewoon mee te maken. Op de volgende vraag is: ben jij nog steeds single? En als je een partner zou hebben, zou die partner ooit ook in de vliegwereld moeten zitten? Ik ben nog steeds single. En ik moet zeggen, very happy single. Ik vind het heerlijk dat ik gewoon aan niemand verantwoording hoef af te leggen. Dat ik lekker mijn ding kan doen. Dat ik me niet hoef zorgen te maken als ik lang weg ben, et cetera. Tuurlijk zou ik het super leuk vinden om iemand te ontmoeten wat dan, waar je het goed mee klikt en waar je hartstikke verliefd op bent. Maar ik sta in het leven zoals everything happens for a reason. En alles gebeurt op het moment dat het moet gebeuren. Ik ben helemaal niet spiritueel. Een beetje misschien wel. Maar ik geloof echt dat alles gebeurt op het juiste moment. En ik ga er ook niet naar op zoek. Dus er waren ook heel veel vragen van, zit je op dating sites? Vroeger heb ik wel eens Tinder gehad, daar ben ik heel eerlijk in. Maar dat heb ik momenteel ook gewoon niet meer. Ook vanwege mijn social media presence vind ik dat niet meer helemaal gepast of zo. Dus ik ben single, happy single. Mocht ik iemand tegen het lijf lopen, superleuk. Maar ik ben er zeker niet naar op zoek. En moet die partner dan ook in de vliegwereld zitten? Nee, zeker niet. Tuurlijk is het leuk dat je misschien iemand thuis hebt die het wereldje kent. Maar dat heb ik bijvoorbeeld ook met mam. Heb ik met goede vriendinnen. Dus ja, mij maakt dat niet zo heel veel uit. Dat maakt helemaal niet uit. Dan een ander heel veel gestelde vraag is: wanneer ga jij op jezelf wonen? Die vraag kwam ook echt heel veel voorbij. En de vraag is, wanneer ik het financieel kan. Dat is het grootste antwoord. Ik heb natuurlijk mijn baan als stewardess. Ik heb mijn baan nu in social media waar ik geld mee verdien. Daar ga ik dadelijk wat meer over vertellen. Maar het zit nou eenmaal zo dat ik het financieel gewoon niet kan veroorloven om op mezelf te wonen. Ik zou in principe wel iets kunnen huren. Maar met de huurprijzen ook van tegenwoordig vind ik dat het gewoon niet waard. Ik wil ook niet meer met iemand samenwonen. Als in de zin van een kamer hebben en dan de rest van het appartement of huis met mensen moeten delen. Die leeftijd heb ik gehad. Ik heb wel eens gedacht, ik zou wel met iemand kunnen samenwonen die ook vliegt bijvoorbeeld. Maar toch, ik zou het heel leuk vinden om mijn eigen huisje te kunnen inrichten. Mijn eigen appartement te kunnen inrichten. En ik wil ook niet, eigenlijk het liefst niet huren. Ik zou het liefst meteen willen kopen. Want dan heb ik niet het idee dat ik mijn geld weggooi. Dus wat ik nu aan het doen ben, is heel erg aan het sparen. In de hoop dat ik over 2 jaar, dat is een beetje wat ik nu voor ogen heb, om iets voor mezelf te kunnen kopen. En dan is ook heel veel de vraag, wil je dan in het zuiden blijven wonen? Wil je richting Amsterdam komen? Daar heb ik ook heel erg veel over nagedacht. Ik denk ergens ertussenin. Ik heb natuurlijk mijn leven thuis. Ik heb mijn vrienden thuis, familie thuis. Dat zit allemaal in het zuiden. En mijn werk is natuurlijk in Amsterdam. Dus ik vind het zonde om naar Amsterdam te verhuizen puur en alleen omdat mijn thuisbasis op Schiphol is. En terwijl mijn familie en mijn vrienden allemaal in het zuiden zitten. En dat het dan qua afspreken et cetera lastig wordt. Dus ik zou inderdaad iets in het midden willen. Misschien Eindhoven, Den Bosch. Ergens tussen die 2M. Dat het wel makkelijk is om beide kanten op te gaan. Ik zou het wel fijner vinden om wat dichter bij Schiphol te wonen. Maar op het moment is dat gewoon financieel niet echt haalbaar. En dan was ook een vraag van, zou je dan een huis of een appartement willen? Als ik het voor het kiezen had, een appartement. Een heel huis voor mezelf zie ik nog niet echt helemaal zitten. Dan zou ik een appartementje leuker vinden. Dan zou ik het wel leuk vinden als het een balkonnetje heeft. Dat ik wel zomers lekker buiten kan zitten. Maar ik ben ook geen tuinpersoon of zo. Dus ik zou ook geen tuin hoeven te hebben. Maar op het moment, wat ik al zei, financieel is het gewoon niet echt mogelijk. Huur zou mogelijk zijn.
Maar dat wil ik gewoon momenteel niet. Een andere vraag van jullie was: hoe vind je het maken van nieuwe vrienden op jouw leeftijd? Dat vind ik best een lastige vraag. Want ik zit even te denken, nieuwe vrienden. Ik heb de afgelopen tijd best wel wat nieuwe vrienden gemaakt. En dat heeft ook te maken met mijn baan als stewardess. Ik heb bijvoorbeeld door het vliegen, en dat is natuurlijk de laatste 2 jaar geweest, hele goede vrienden gemaakt. Ik heb er vooral 2 hele goede vriendinnen aan overgehouden, die ik regelmatig zie en spreek. En ook door mijn baan als social media heb ik een hele goede vriendin eraan overgehouden, die ik ook echt regelmatig spreek. Dus ik vind het niet lastig om vrienden te maken op deze leeftijd. Maar ik ben me er wel van bewust. Ik ben altijd een persoon geweest die geen hele grote vriendengroep heeft, of 100 verschillende vriendengroepen heeft. Ik ben altijd een persoon geweest die 4 à 5 hele goede close vrienden, vriendinnen heeft gehad, waar ik ook nog steeds contact mee heb. Ik zoek dat ook helemaal niet op, dat hele grote, massale, sociale leven, om het zo maar te zeggen. Want daar heb ik gewoon de tijd, daar wil ik de tijd niet voor maken, laat ik dat zeggen. Voor mijn beste vrienden en vriendinnen maak ik zeker tijd. Maar ik ben nog ook heel realistisch in dat door mijn werk, ik er soms op momenten niet ben dat normale mensen met normale banen, mensen met normale banen, dat zij vrij zijn, ben ik vaak aan het vliegen. En als je echt goede vrienden en vriendinnen hebt die jou dat gunnen, dan houdt een vriendschap stand. En ik heb bij heel veel mensen om me heen gezien, tot op het moment dat jij, want zo'n vriendengroep hou je vaak over aan een studie bijvoorbeeld, of aan een sport, dat op het moment dat iedereen gaat werken, dat het allemaal weer verwatert. Dus ik heb 4 à 5 hele goede vrienden en vriendinnen, waar ik super dankbaar voor ben. En ja, dus de laatste tijd ook 3 hele goede vriendinnen, in dit geval, eraan overgehouden. Dan het volgende onderwerp van deze Q&A. En dat heeft te maken met mijn baan als, ik vind het een heel stom woord, maar influencer op social media. Daar kreeg ik heel veel vragen over. En ik besef me ook dat er voor mensen heel veel vraagtekens zijn. Het is nou eenmaal een wereld die best wel wat meningen losschudt. En waar heel veel meningen over zijn. Heel veel mensen vinden het dat het geen baan is. Mensen vinden dat mensen die fulltime met social media werken, die fulltime influencers zijn, die heel groot zijn ook, dat dat niet echt werk is. Ik heb gemerkt, ik werk natuurlijk fulltime als stewardess en ik doe ook fulltime social media daarnaast, dat dat heel erg veel is. En ik wil niet zeggen dat dat zwaar werk is, helemaal niet, want je deelt in principe je eigen tijd in. Je bent tot niks verplicht tenzij jij contracten tekent, tenzij jij samenwerkingen aangaat, dan is het een ander verhaal. Maar in principe kies jij er zelf voor wat jij doet, wat je aanneemt en hoeveel tijd je erin steekt. Dus ik ben er ook wel mee eens dat influencers die zeggen, ik heb het zo zwaar, ik heb het zo dit, ik heb het zo dat. En die dat fulltime doen, daar kan ik ook wel een beetje jeuk van krijgen. Want ik denk, ja, meid of jongen, sommige van die influencers, en dat bedoel ik helemaal niet lullig, hebben nooit gestudeerd en hebben nooit een normale baan gehad. Dus weet jij nou echt wat, dat klinkt nou heel stom, hard werken is? Ik vind dat mensen daar heel erg mee moeten oppassen. Dat zeg ik echt heel eerlijk. Want nogmaals, je deelt je eigen tijd in. Je neemt zelf aan wat je wil en wat je niet wil. En ik ben me er wel van bewust, als je dit werk fulltime doet, dat je qua samenwerkingen wel meer aanneemt, omdat dat natuurlijk meer inkomen genereert. Maar in principe, je deelt je eigen tijd in, dus is het nou zwaar? Ja, je maakt het zelfs zo zwaar zoals je het wil hebben, zeg maar. Maar dat neemt niet weg dat er inderdaad wel veel tijd in gaat zitten. Ik doe YouTube bijvoorbeeld. Nou, dit is natuurlijk ook YouTube, waarin ik weekvlogs doe. En heel af en toe een losse video zoals pretparkvlogs en nu een keer deze Q&A. En ja, er gaat wel tijd in zitten. Je moet natuurlijk dit opnemen. Het moet allemaal geëxporteerd worden. Het moet geëdit worden. Dus daar gaat veel tijd in zitten. Maar nogmaals, dat is de tijd die jij zelf kiest om erin te steken. Niemand dwingt mij om YouTube-video's te maken, behalve mezelf. En ik merk wel nu dat ik er wel de flow in heb gevonden, dat ik mezelf wel de druk opleg om wekelijks dat te blijven doen. Ook omdat ik het leuk vind en omdat ik merk dat er veel positieve reacties op komen. Maar nogmaals, daar kies ik helemaal zelf voor. Meteen om de vraag te beantwoorden, verdien je geld met social media? Ja, inmiddels wel. In het begin was het nog zeker niet. Toen deed ik het echt puur en alleen omdat ik het heel erg leuk vond. Omdat ik het leuk vond om dingen op social media te laten zien aan vrienden en familie. En dat is uitgegroeid tot wat het inmiddels is. En dat is best een grote hechte community, moet ik zeggen, waar ik super dankbaar voor ben. En inmiddels verdien ik dus geld.
Ik ga het even voor jullie opsplitsen. 1 YouTube, 2 TikTok. 1 YouTube, 2 samenwerkingen. Laten we het zo even doen. Om te beginnen met YouTube. Dit. Op YouTube is het namelijk zo dat als jij een bepaalde threshold hebt bereikt. Volgens mij is het 1000 subscribers, 1000 volgers en zoveel kijkuren. Ik weet even niet wat de meetstaaf daarvan is. Kun jij geld gaan verdienen per views. En dat gaat om adverteerders die een plekje inkopen in jouw video's. Vaak als je mijn video's bekijkt, dan is om de zoveel tijd komt er ineens een reclame doorheen. Daar krijg ik dus voor betaald. Dus ik verdien per 1000 views verdien ik een bepaald bedrag. Ik ga geen bedragen noemen, want dat vind ik gewoon niet fijn om te doen. Maar ik verdien in ieder geval wel leuk geld met YouTube. En dan denk ik ook, oh my god, wat moet bijvoorbeeld een Jade Anna met YouTube verdienen, die echt honderdduizenden views per video krijgt. Daar wil ik niet eens over nadenken. Maar ik ben er wel trots op dat het tot nu toe tot hier is gegroeid. En ik wil alleen maar door blijven groeien natuurlijk. Want ik vind het super leuk om te doen. Maar ik ben er ook heel eerlijk in dat ik het ook fijn vind dat ik er nu geld mee verdien. Want dan zie ik dat mijn tijd en moeite wel beloond wordt, om het zo maar even te zeggen. En laat het even. Ja, heel veel mensen zeggen ja, je gaat samenwerking aannemen, reclame. Dus waarom doe je dat? Dat vinden we niet leuk. Er gaat heel veel tijd, moeite en ook van mijn eigen geld in social media zitten. Want ik moet filmen, daar heb ik een camera voor nodig. De camera staat op een statief. Ik heb een laptop nodig, microfoons, lampen. Je maakt het zelf natuurlijk zo gek als je dat je wil, maar het is een behoorlijke investering. Vergis je daar niet in. En dus het is fijn dat er ook wat geld terug naar mij komt, wat ik weer kan herinvesteren in mijn social media kanalen en leukere content en betere content kan creëren. Ik zit nu bijvoorbeeld op een punt, mogen jullie best zien, ik heb deze MacBook Air. Die heb ik al sinds dat ik in Dubai heb gewerkt. Nou, dat is inmiddels al bijna 6 jaar geleden. En ik begin te merken dat die aan het einde van zijn lei is. En ik heb alles van Apple, mijn telefoon, mijn iWatch, mijn iPad en mijn laptop. Dus ik vind het ook fijn om dan weer een Apple laptop ervoor terug te kopen. Want dat is makkelijk met bestanden overzetten, et cetera. Maar dat is, vergis je niet, want zo'n Apple laptop is heel duur. En het geld wat ik met social media bijvoorbeeld verdien, kan ik dan wel investeren in zo'n nieuwe laptop. Waarmee ik weer vlogs kan editen, et cetera. Dus veel van het geld wat ik wel verdien, gaat wel weer terug in mijn social media kanalen, in de apparatuur, et cetera. En de dingen doen op de route natuurlijk. Disney, ook niet helemaal goedkoop. Maar dat is in ieder geval het hele YouTube. En dan, ik denk waar de meeste vragen over waren, is hoe verdien je geld met social media? En waar je het meeste geld mee verdient, TikTok of YouTube is zeker een leuk bedrag, maar het meeste geld verdien ik met samenwerkingen. Als je op mijn social media pagina's klikt, dan zie je vaak in mijn beschrijving onder mijn foto een e-mailadres staan. Ik heb namelijk een social media management, dat is namelijk Scoopers in Breda, waar ik super dankbaar voor ben en super blij mee ben. En zij zijn een social media agency en zij regelen voor mij samenwerkingen. Zij zijn eigenlijk een tussenpersoon tussen mij en een klant. En een klant is bijvoorbeeld American Tourister. Daar zien jullie op TikTok en Instagram vaak video's voorbij van komen. Samenwerkingen, betaalde samenwerkingen. Scoopers, mijn management, is dus een soort tussenpersoon. Zij regelen alles met bijvoorbeeld American Tourister. Maar op het gebied van hoeveel video's willen jullie? Wat voor producten moeten erin zitten? Zijn er unique selling points van de producten waar Ariane rekening mee moet houden? En ook wat ik ervoor wil qua bedrag voor zo'n samenwerking. En zo werkt dat eigenlijk. Dus een bedrijf die stuurt mij een e-mail op dat e-mailadres van mijn management. En zegt, joh, we vinden Ariane's content heel erg leuk. En we willen graag met haar samenwerken. Dit is wat we willen. Wat vraagt Ariane ervoor? En zou ze er geïnteresseerd in zijn? Want geloof mij ook dat ik ook nee zeg tegen dingen. Ik doe echt alleen samenwerking met bedrijven en producten die bij mij passen. Nou, American Tourister, met mijn vele reizen, zijn koffers, et cetera, gewoon. Dat past bij mij, dat past bij mijn content. Hetzelfde de laatste tijd, wat ik bijvoorbeeld een paar YouTube-video's geleden, de Disney-vlog, die was bijvoorbeeld gesponsord door Airlo. En Airlo was bijvoorbeeld zo'n eSIM, die ervoor zorgt dat ik op de route in het buitenland dus internet heb. Nou, super handig, want dat zijn echt dingen die ik gebruik. Dus daar filter ik ook op met bedrijven van, past dit bij mij, past het niet bij mij? In het begin kreeg ik ook best wel wat aanvragen voor beautycampagnes.
daar heb ik heel veel bijvoorbeeld nee tegen gezegd. Omdat ik op dat moment zoiets had van ja, ik voel me nog niet helemaal comfortabel in het hele beautywereldje. Dus in het begin heb ik daar heel erg nee tegen gezegd. Terwijl ik tegenwoordig denk, ik doe steeds meer met beauty. Ik begin het steeds leuker te vinden. Dus kan ik ook gaan kijken of dat wat is, zeg maar. Maar zo werkt het eigenlijk. Dus bedrijven sturen mij een e-mail. En ik zeg ja of nee tegen mijn management. Van ja, dat zou ik graag willen. Dan gaan zij in onderhandeling met de klant of het bedrijf in dat geval. Over nou wat, hoeveel, waar, hoe, wanneer. Dat soort dingen, zeg maar. Dus dan is het inderdaad zo dat je af en toe op mijn TikTok, Instagram of YouTube een betaalde samenwerking voorbij ziet komen. En ik merkte vooral in het begin dat mensen daar heel erg over vielen. En dat ik snapte dat niet helemaal, want ik denk van ja, ik steek heel veel moeite, tijd en ook geld in mijn content. Is het dan zo raar dat ik er af en toe een samenwerking met iets wat heel erg bij mij past, tussendoor doe, zodat ik wat geld terugkrijg daarvan? Daar viel ik in het begin heel erg over. En daar heb ik ook heel veel met mam en met mijn management over gespart. Zij zeggen, ja weet je, dat is ook normaal. Mensen snappen het wereldje ook niet. En dat is natuurlijk helemaal begrijpelijk als je social media niet snapt en hoe het wereldje werkt. Maar zo werkt, ja, ik ben daar heel open over. Zo werkt dat nou eenmaal. En tot nu toe heb ik echt met bedrijven samengewerkt, met producten samengewerkt, waarvan ik denk, ja, dat past echt wel heel erg bij mij. Ik heb bijvoorbeeld nou een hele leuke samenwerking binnengehaald, waar ik heel trots op ben. Die komt komende tijd op Instagram online, dus hou dat vooral in de gaten. Heeft ook met tips voor de vakantie te maken. En daar denk ik ook van, ja, ik ga binnenkort ook op vakantie. Ik ben natuurlijk een expert inmiddels, wanneer het aankomt op de spullen inpakken. Dus dat is ook weer zo'n samenwerking die heel erg bij mij past. En ik vind het superleuk dat bedrijven en merken waarvan ik normaal denk van, oh my god, dat is toch een droom om daarmee samen te werken, mij zien en mijn content zo leuk vinden en zeggen, wij willen met jou samenwerken. Daar kan ik zo trots op zijn. Ook gelijk een vraag, ik moet even kijken. Welke samenwerking met bedrijven zou jij nog willen doen? Ja, dat vind ik best wel lastig, want ik, eigenlijk helemaal niet lastig. Een van de bedrijven waar ik echt, wat ik heel leuk vind om te doen, zijn natuurlijk pretparken. En afgelopen kerst heb ik natuurlijk Disney on Ice gedaan. En ik zag die naam Disney staan en ik dacht, oh, Disney wil met mij samenwerken? Oh my god. Ja, als er echt een bedrijf is wat ik op nummer 1 zou moeten zetten, Disney. Dat is altijd mijn droom geweest. Als je dan vraagt van, Ariane, wat heb je eigenlijk consistent altijd willen worden? Disney vlogger. Ik was echt vanaf jonge leeftijd al verslaafd aan YouTube kanalen zoals Tim Tracker, Adam Hatton, Broken Tate, Eleanor Dreaming. Geweldig. Ik wilde dat ook. En het feit dat ik dat nu langzamerhand aan het doen ben, daar kan ik wel om janken, zeg maar. Want mijn favoriete video's om voor jullie te maken zijn toch echt wel de pretparkvideo's. Dus ik zou het ook heel leuk gaan vinden om bijvoorbeeld dadelijk met Efteling bijvoorbeeld te gaan doen. Ik ben een beetje aan het manifesteren dat wanneer dat nieuwe Efteling Hotel open gaat, dat wij worden uitgenodigd voor de opening. Dat zou ik heel gaaf vinden. Weet je, dat soort dingen, daar word ik ook persoonlijk heel erg gelukkig van. En natuurlijk zijn beautymerken ook echt super leuk dat je spullen toegestuurd krijgt die je mag proberen. Of waar je samenwerking mee hebt. Maar mijn echte hart zit toch wel bij de activiteiten, om het zo maar te zeggen. De pretparken, de magie van Disney, van de Efteling. En dat wil niet zeggen dat ik echt niet gelukkig word van beauty. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk, momenteel doe ik mee aan de L'Oréal Skincare Campus, wat ik ontzettend tof vind. Want het is een wereld die ik gewoon nog niet kende. En dat ik nu in zo'n wereld zit die ik nog niet ken, waar ik superveel over leer, dat vind ik ook mega interessant. Dus daar ben ik ook super dankbaar voor dat L'Oréal heeft gezegd van, joh, wij zouden het leuk vinden als je daarmee meedoet. Dat denk ik, een bedrijf zoals L'Oréal wat mij ziet staan. Want voor mijn gevoel ben ik echt dit. Terwijl, als ik dan op social media kijk hoeveel mensen mijn content leuk vinden. En ja, dat blijf ik gewoon zo bizar vinden. Want ik heb altijd al gedacht van ja, hoe doen die influencers dat? En hoe blijf je nou relevant? En ik heb echt geleerd, zolang je maar jezelf blijft. Blijf dicht bij jezelf. Stay true to yourself. Want als jij een persoonlijkheid gaat maken voor op social media, dat houdt niet lang stand. En dat zie je vooral in Amerika. Je hebt allemaal die T-spill-kanalen. Dat mensen ineens hun echte zelf laten zien op social media. Dat hun volgers daarvan schrikken. Zo van, oh, zo ken ik jou helemaal niet, et cetera. Zie je ook vaak met celebrities. Die dan in het echt heel anders zijn dan dat ze overkomen op de socials of op tv.
Dus mijn grootste tip voor als jij ook influencer wil worden, dat is namelijk de volgende vraag. Stay true to yourself. Daar kwamen namelijk ook echt heel veel vragen over. Hoe word je nou influencer? En mijn eerste tip is dus blijf jezelf. Mijn tweede tip is blijf consistent. En mijn derde tip is zoek naar een niche op social media wat bij jou past. Voor mij is de niche natuurlijk heel erg travel en lifestyle. Ik deel mijn leven met jullie. Ik neem jullie mee op reis. Af en toe doe ik wat beauty er doorheen. Maar zoek echt een niche die bij jou past. En onderscheid je van die andere duizenden, al niet honderdduizenden die het ook doen. Want dat vond ik in het begin heel erg lastig. Ik ben social media gaan doen. Zo van, oh, ik ga leuke filmpjes uploaden en ik zie het wel. Het maakt me niet zo heel veel uit. Totdat ik merkte dat het echt heel goed ging. Ik weet dat nog dat ik 10.000 volgers op TikTok haalde. Dat ik echt zoiets had, 10.000 mensen, holy moly. En toen kreeg ik ook een mailtje van Scoopers. Die zeiden van, joh, kom eens praten of het influencerwereldje wat voor jou is. En ik zit nu op het punt, ik heb bijna 60.000 dan op TikTok. Bijna 12.000 op Instagram en bijna 5.000 hier op YouTube. En nu begin ik me te realiseren van, ik moet wel zorgen dat ik relevant blijf. En ik, naar mijn mening is dat jezelf blijven. Want ik hoop dat jullie me volgen, omdat jullie het leuk vinden wat ik doe, maar ook de persoon die ik ben. Heel veel mensen zeggen ook altijd, oh, ik vind het zo knap dat je bijvoorbeeld zonder make-up op de camera verschijnt met je haren zo. En niet helemaal dressed to impress, zeg maar. Ja, want dat is de realiteit. De keren dat ik make-up op heb, ben ik of aan het vliegen, of ik heb een feestje, een event of een etentje. In het dagelijks leven, ben ik heel eerlijk in, draag ik amper make-up. Want that's who I am. 9 van de 10 keer, bijna 10 van de 10 keer, loop ik in sportkleding. Daarom zien jullie mij meestal ook in sportkleding. En is fashion totaal niet mijn ding. Ik heb er laatst wel een TikTok over gemaakt en daar reageerden mensen best wel heel leuk op. Dus ik wil me daar wel meer in gaan verdiepen van, ja, ik ga mezelf dwingen om normale kleding te dragen en niet sportkleding te dragen. But it's just who I am. Je zit me in mijn uniform of in sportkleding en heel af en toe in normale kleding. En dan de laatste vraag met betrekking tot social media was, wat zou je nog willen bereiken met social media? Ik zit nu op een punt dat ik zoiets heb van, ik vind het zo ontzettend leuk. En tuurlijk wil ik verder groeien. Ik heb natuurlijk mijlpalen voor mezelf in gedachten. Ik zou op YouTube graag een playbutton willen hebben. Maar dat krijg ik pas bij de 100.000 subscribers. Ik zou op TikTok en Instagram natuurlijk naar de 100.000 willen. Maar ik ben ook realistisch dat ik gewoon mezelf wil blijven. Want ik zie bijvoorbeeld op TikTok dat heel veel mensen een hele snelle volging krijgen. Doordat ze hele extreme dingen doen. Het over hele extreme dingen hebben. And that's just not who I am. Ik deel gewoon dingen die ik leuk vind, waar ik gelukkig van word, waar ik energie van krijg. En het feit dat al zoveel mensen dat ook zo leuk vinden om te volgen, dat doet mij al echt super goed. Natuurlijk wil ik groeien in social media. Zou ik het leuk vinden om daar echt een baan van te maken. En dat is het momenteel ook al. Maar ik zou het nog willen vergroten, om het zo maar even te zeggen. En dus met merken zoals Disney te mogen samenwerken, ja. Dat is gewoon de grote droom. En dan gaan we naar het laatste onderdeel van deze Q&A. En dat is mijn sport, trainings, afval, hoe je het ook wil noemen, traject. Daar zijn ook heel veel video's over, of vragen over gekomen. Mocht je het nog niet hebben meegekregen als je me op Instagram volgt. Ik ga hier even 2 foto's invoegen. Eentje is 4 maanden geleden en eentje is afgelopen week gemaakt. Ik ga nog even wat foto's invoegen. Dat je de uitgezakte posities ook ziet. Maar zoals jullie weten, als je me, dus jullie volgen mij waarschijnlijk ook al wat langer, ben ik heel erg aan het sporten, ben ik op mijn eten aan het letten. En dat gaat inderdaad heel erg goed. Ik ben er wel heel eerlijk in dat ik het heel lastig vind om daar meer over te delen op social media. Omdat je merkt dat als mensen een hele sterke mening over iets hebben, is het over iemands lichaam. Over de gezondheid van iemand. En dat is ook, dat had misschien bij het vorige onderwerp gemoeten, online haat. Ik ben echt een people pleaser. Ik ben een mensmens. En ik heb graag dat mensen gelukkig zijn, dat mensen blij zijn en dat mensen positief zijn. Dus ik vind het heel lastig om haat te krijgen. Commentaar, kritiek vind ik helemaal niet erg. Vooral als het positief of opbouwende kritiek is waar ik wat mee kan. Maar ik merk ook steeds meer, en dat is hoe groter je natuurlijk wordt op social media, hoe meer haters er ook komen.
En mensen zeggen altijd, ja, je krijgt alleen haat als je het goed doet. En daar probeer ik me ook aan vast te houden. Ik ben er namelijk ook achter gekomen dat een paar mensen die heel negatief altijd op social media waren, dat mensen zijn die ik persoonlijk ken. Dat mensen uit mijn verleden zijn die mij dit niet gunnen. Dat het mensen uit mijn verleden zijn die het belachelijk vinden dat ik dit doe. En die dus een anoniem account aanmaken om mij daar met haat mee te bestrooien, om het zo maar te zeggen. Dus iemand zei ooit heel wijs, don't worry about people talking behind your back, because they're in the right place behind you. En daar probeer ik me echt aan vast te houden, van dat zijn mensen die gewoon jaloers zijn, die het mij niet gunnen. Maar er zijn ook heel veel, met betrekking tot dus sport en afvallen, want daar hadden we het over, heel veel mensen die commentaar hebben op mijn lichaam. Die mij te dik vinden, die vinden dat het niet snel genoeg gaat, die het belachelijk vinden dat ik stewardess ben, want daar ben ik te dik voor. Ik krijg veel opmerkingen, hoe pas jij door het gangpad heen in een vliegtuig? Dat soort dingen. En daar heb ik in het begin vooral heel veel moeite mee gehad. Ik ben dus nu op een punt gekomen dat ik denk, weet je wat, fuck it. Ik ga er gewoon voor, ik ga wat meer sportcontent, afvalcontent, trainingscontent, eetcontent delen op social media. Nou, daar ben ik mee begonnen met die foto's op Instagram te posten. En de hoeveelheid positiviteit die ik daarop heb gekregen, thank you, want dat heeft me zo verschrikkelijk goed gedaan. Maar om even wat achtergrondinformatie te geven. Ik ben echt begonnen met sporten toen ik bij KLM begon met vliegen. Als je naar het begin met vliegen heb je een medische keuring. En daar bleek uit dat mijn BMI gewoon niet goed was. Veel te hoog was, mijn gewicht was te hoog, mijn vetmassa was te hoog. En toen heb ik een gesprek met die arts gehad. Hartstikke positief. Maar die waarschuwde mij wel van, joh, ben je er bewust van dat dit werk wel zijn tol eist op je lichaam? En dat het zo kan zijn dat jij last krijgt van jouw lichaam met het werk. En dat heeft me een beetje een tik gegeven. En daardoor is die knop omgegaan van, ik moet er wat aan doen. Nou, sindsdien ben ik 14 kilo afgevallen. En de laatste 4 maanden ben ik onder begeleiding bij een nieuwe sportschool. Ik sportte eerst gewoon bij zo'n commercial gym. Denk aan zo'n Basic Fit Anytime Fitness concept. Maar ik had zoiets van, ik wil echt persoonlijke begeleiding. Ik wil mensen die echt mij helpen met dingen die voor mij werken. En niet kijken naar, oh, dit werkt voor iedereen, dus dat moet ook voor jou werken. Dat wilde ik niet meer. En toen ben ik dus uitgekomen bij Neflo Coaching in Venlo. En iedereen zei Neflo Coaching. Ja, Neflo, als je Venlo, zo'n anagram, zeg maar. Anagram? Ja, anagram. Dat je de letters verplaatst. Neflo, Venlo, snap je hem? En zij specialiseren zich echt in transformaties en persoonlijke begeleiding. En ik ben daar dus 1 keer per week aan de slag aan het gaan met personal training. En dan heb ik ook nog 4 keer per week open gym, dat ik op eigen houtje, zeg maar, sport. En ik moet daar dus ook 1 keer per maand op de weegschaal gaan staan. Wordt mijn hele lichaam opgemeten. En dat is de stok achter de deur voor mij om te zeggen, ik wil dit heel graag, want ik wil progressie gaan zien. En daar ben ik echt heel erg trots op. En dan was een vraag ook meteen, hoe lang duurt jouw sportafvaltraject nog? En daar ben ik heel eerlijk in, voor de rest van mijn leven. Ik kan niet nu heel erg veel gaan afvallen, dan ermee stoppen en dan weer gewoon gaan eten zoals ik altijd heb gegeten. Want dan gaat het gewoon weer mis. Dan zet het er nog sneller aan dan dat het eraf is gegaan. Dit is iets dat gezonde leven, daar heb je levenslang mee. En dat, zo hoort het ook in principe. Dus ik blijf dit gewoon voor de rest van mijn leven doen. Misschien niet in deze hoeveelheid dat ik het nu doe. Maar ik wil nu wel eerst voor mezelf het lichaam bereiken en me goed voelen in mijn vel zoals ik dat zou willen. En heel veel mensen zeggen van ja, maar je bent helemaal niet zoveel afgevallen. Ik ben bijvoorbeeld in de laatste 4 maanden maar 3 kilo afgevallen. Maar wel in vetpercentage enorm naar beneden gegaan. En in spiermassa enorm veel bijgekomen. Vandaar dat dat compenseert qua kilo's. Maar als je naar mijn body composition kijkt op die foto's die jullie net hebben gezien, dan zie je wel degelijk verschil. En dat is ook mijn doel geweest. Ik wil heel erg, ik vind het heel, dat hele gespierde, ik vind dat heel erg mooi. En dat is wat ik wil. Ik hoef niet een Victoria's Secret model slank te zijn. Dat vind ik namelijk niet mooi. Ik vind het wat mooier om wat breder te blijven. En dan niet in de zin qua vet, maar echt qua spier. En daar ben ik dus echt voor aan het trainen. En ik ben me er bewust van dat ik daar levenslang mee heb. Trouwens, een heel onderwerp vergeten. Dat heb ik overgeslagen. En dat is namelijk het onderwerp Disney. Dus ik wil even afsluiten met het onderwerp Disney. Mijn favoriete onderwerp om over te praten.
Ik kan hier urenlang over praten. Sommige mensen worden gek van mij. Met mijn Disney-obsessie. Soms zit ik wel eens in de galley met collega's. En dan krijg je het zo over dingen. En dan ratel ik me door voor Disney. En dan zie ik ze wel eens kijken van... Heb ik weer. Zo'n persoon ben ik dus. Om te beginnen met... Wat is nou jouw favoriete Disney-park? Vind ik heel lastig eigenlijk. Ik beschouw Parijs als mijn zijnde homepark. Dus het park waar je het meest naartoe gaat, wat het dichtst bij jouw huis ligt, is voor mij natuurlijk Disneyland Parijs. Nou, daar ben ik 10 keer geweest. Er zijn jaren geweest dat wij misschien wel 3, 4, 5 keer per jaar gingen. Shameful, I know. Maar wij hadden vroeger... mijn ouders zijn natuurlijk gescheiden. Ik woonde altijd bij mama. En dan was het zo met grote... In de zomervakantie had mama niet altijd zomervakantie. Dus wat wij dan vaak qua vakanties deden, is een weekendje of een paar dagen Disneyland Parijs. Dus zo is die Disney-obsessie er zeg maar ingerold. Maar om nou echt een park te kiezen, ik heb ze dus allemaal gehad. Wat nou mijn favoriet is, vind ik heel lastig om te zeggen. Maar ik moet er van mezelf één kiezen en dan ga ik toch voor Tokio. Ik vind bijvoorbeeld Orlando, daar ben ik pas 1 keer geweest. Hongkong ben ik 1 keer geweest. De andere parken heb ik al vaker gedaan. Parijs dus 10 keer. LA inmiddels 3 keer. Shanghai 2 of 3 keer. En Tokio heb ik 2 keer gehad nu. Als ik nou een park zou moeten kiezen waar ik echt weer heen wil, is het ook Tokio. Want daar ben ik al heel lang niet meer geweest. Dat is het langst geleden qua Disneypark, zeg maar. Dus daar zou ik echt wel heel graag heen willen. Ik ben ook aan het kijken om in mijn wintervakantie in 2025 daar naartoe te gaan. Ik wilde eigenlijk in de zomervakantie aankomend jaar gaan, maar dat gaat helaas niet door. Omdat ik midden in mijn zomervakantie een event heb, wat heel belangrijk is. Dus geen Disney. Hey. Dus geen Disney in deze zomervakantie. Sorry, ik moest even niezen. Maar ja, Disney blijft gewoon mijn grootste passie. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik word er gewoon intens gelukkig van Disney. Ik zou het ook iedereen aanraden. Echt, Disney. Top. Maar goed, bij deze wil ik dan ook deze Q&A video af gaan ronden. Het was een keer een ander soort video dan normaal. Maar het lijkt mij dus ook leuk om op YouTube ander soort video's dan alleen weekvlogs te gaan maken. Tuurlijk, de weekvlogs blijven gewoon doorgaan. Pretparkvlogs blijven doorgaan. Ik heb de komende tijd helaas niks gepland qua pretpark. Maar ja, never say never. Ik wil graag weer een keertje naar de Efteling toe. Daar ben ik al een tijdje niet geweest. Van de zomer gaan wij ook meestal wel een keertje naar Fantasieland in Duitsland. Moviepark ben ik ook al heel lang niet meer geweest. En rond oktober zullen de Toverland Halloween Nights ook wel weer komen. En daar gaan wij ook ieder jaar heen. Daar gaan mijn zusje en ik altijd heen, als een traditie. En wie weet dat er ooit weer een Disney doorheen komt. Of misschien zelfs een Universal. Ik zit nou te azen op weer een LA-reis met een Universal Studios. Maar goed. Dank jullie wel voor het kijken van deze video. Laat mij vooral even weten of er nog meer vragen zijn. Laat die achter in de comments. Als ik dan ooit weer een Q&A doe, dan kan ik die vraag er waarschijnlijk in meenemen. En als je tot dit einde van de video hebt gehaald, dan blijf ik natuurlijk gewoon onder mijn video's. Comment dan een vraagteken. Een vraagteken emoji. Dat is volgens mij zo'n rood vraagteken. Commentie. Maar dankjewel voor het kijken. Vergeet me zeker niet te volgen, ook op TikTok en Instagram. En like deze video. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!